Nu Jezus voor ons. En ik heb korte schriftlezing uitgelaten, 3, vers 10 tot en met 14. En die staat ook geprojecteerd achter mij, volgens mij. En ik had een SV bij me. Maar dit is HSV, dus bedankt voor het lezen van de Bijbel. Galaten 3, vanaf vers 10 tot en met 14. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in de Christus Jezus ons tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Jezus voor ons. Je hoort wel eens dat iemand zijn leven voor een ander geeft. Jarenlang geleden tijdens de Hoekse en de Kabeljauwse twisten, misschien wel eens over gehad of met geschiedenis op school, was het Jan van Schaffenaar bijvoorbeeld. Die gevlucht was met zijn kornuit, met zijn maat in de toren van Barneveld. En als je in Barneveld bent, op het plein voor die kerktoren, staat nog een standbeeld van hem. En hij sprong voor zijn vrienden van de toren af. Ze wilden hem hebben. En hij zegt wel, ik sterf toch eenmaal, vaarwel vrienden. En hij sprong van de toren af, zodat zijn vrienden, zijn maten, vrijuit konden gaan. Indrukwekkend. Of die oudere man in de Tweede Wereldoorlog, in die rij. Waar alle gevangenen stonden opgesteld in lange rijen en waar iedere tiende eruit gehaald werd om gedood te worden. Een jonge man die telde al, die vond zichzelf terug op een van die tiende plekken. En hij wist, dit wordt mijn einde, totdat hij een hand op zijn schouder voelde en een oude man hem aanbood om te ruilen. En ze ruilde en die oude man die stierf in plaats van die jonge man. Indrukwekkend. En eens te meer als het gaat over Jezus voor ons. En dat voor, hè, als dat in de Bijbel staat, dat kun je ook heel vaak vertalen met in plaats van ons. Dus Jezus voor ons of in plaats van ons. En daar is veel kritiek op geweest of gekomen uiteindelijk. En er is een hoogleraar geweest, enkele tientallen jaren terug, die zei, geef mijn portie maar aan Vickie. Ik wil het zelf wel oplossen, de problemen die ik veroorzaakt heb, die wil ik zelf oplossen, daar wil ik zelf voor voldoen en niet een ander. Maar dan heb je eigenlijk geen oog als je dat zegt voor de werkelijkheid, voor wat er aan de hand is en voor wat nodig is. En dan komen we eigenlijk bij Galaten 3, en dat zijn echt intense woorden. Als het gaat over vloek, dan denk je zo. Dat is niet niks en dat is het ook niet. Vervloekt is het ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En Paulus schrijft dat aan de gemeente van Galatië die in Christus geloofd hadden, maar toch weer door dwaalleraren verleid waren om allerlei dingen erbij te nemen. En dan zou Christus alleen niet genoeg zijn, maar moest je ook nog dit bij doen en dat bijbrengen enzovoort. En Paulus zegt, wie heeft u betoverd? Het gaat om Christus alleen. Je mag komen zoals je bent. En zeker, dan blijf je niet zoals je bent, dat is het volgende deelthema. Maar je mag komen zoals je bent. Het is Christus alleen. En tegelijk is dat ook iets heel confronterends. Hè? Kan ik dan echt helemaal niks bijdragen? Brengt mijn tranen, zoals we net zongen? Hoewel ik om mijn zonde ween, hoewel ik om mijn zonde huil, telt dat niet mee als... Nee, Christus alleen. Vervloekt is er ieder die niet blijft in al wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dus als je één regel van God, als je één wet van God uit de 10 geboden overtreedt, dan ben je vervloekt, lig je onder het oordeel. Dat is wat de Heer ook gezegd had, hè? In het paradijs. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Op de dag. En iedere dood... Iedere keer als iemand overlijdt, dat is daarvan eigenlijk een getuigenis, zichtbaar. En als wij buiten Christus onverzoend sterven, dan is dat en wacht de eeuwige dood.
een vloek. En Paulus schrijft dan in Romeinen 3. De Heere verkondigt dat opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. De Schotse hoogleraar Sigler Ferguson die zegt ergens. Wat is een kenmerk van een christen? Dat is niet alleen een kenmerk, maar wat is een kenmerk van een christen? Hij zegt, een christen heeft geleerd zijn mond te houden. Omdat alle mond gestopt worden. Niet meer de ja-maars tegen God. Ja, maar ik ben toch veel serieuzer dan die anderen. Ja, maar ik ben toch niet zo slecht als diegene. Ja, maar ik zit toch niet in de Bijbelbaris. Ja, maar ik ben toch goed bezig. Ja, maar ik zit toch op een real-time avond. Ja, maar. Omdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat gaat over onszelf. In onszelf. Eigen werken tellen niet mee. Niets is volmaakt van wat wij doen. Als we bidden dan, en je weet, je herkent dat, hè, als je bidt dan zelfs in het allerheiligste, dan kan er nog zoveel zelfgerichtheid zijn. Het is niet volmaakt. En dan Paulus, die schrijft door de werken van de wet dus niet, maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat is het kruis. Het hout van het kruis waar Jezus aan ging. De kruisdood was niets voor niets. Hè? Jezus werd niet gelinst door een menigte. Ze hebben het wel geprobeerd om van een berg af te gooien. Om van hem af te zijn, maar het is niet gelukt. Hij ging tussendoor, niemand kon hem aangrijpen. Dat deed hij hier niet. Waarom niet? Omdat hij de wil van de Vader wilde doen. En omdat hij de Vader lief heeft. En omdat hij de zijnen lief had. Schrijf je over. Het kruis. En aan de voet van het kruis, hoorde het net ook. Hè? Zien we juist de diepte van de vloek. Maar ook de diepte van de liefde van de Vader en van de Zoon. Van de Heilige Geest. En Jezus voor ons betekent niet dat Jezus de Vader moest overtuigen om genadig te zijn. Hè? Dat weet je misschien al wel. Sommige mensen denken dan, nee, Jezus werd gegeven door de Vader aan het kruis. De Zoon ging en de Geest leidde hem daar. De Zoon ging uit liefde tot de Vader en uit liefde tot zondaar. Hij heeft de vloek gedragen. Zijn offer. Zijn gehoorzaamheid. Wat een onvoorstelbaar evangelie. Hè? Juist als je ziet. Maar dat gaat over mij. Alle mond gestopt worden. Dat ben ik. En daar ging Jezus. Voor zondaren. En dan verdient hij wat ik niet kan verdienen. Dan betaalt hij wat ik niet kan betalen. En dan wordt eigenlijk zijn gerechtigheid noemen we dat. Hè? Dat je recht staat voor God. Wordt als een kleed over mij heen gelegd. En dan ziet God mij volkomen rechtvaardig en volkomen heilig. In Christus zijn Zoon. En zolang we hier in dit leven zijn, is dat het kleed wat ons overdekt. Dat wil zeggen, als je naar jezelf kijkt, ben je nog steeds zondig. Is er de strijd tegen de zonde. Je verlangt anders, Romeinen 7. Maar je bent niet volmaakt. En Luther vergelijkt het met een mesthoop. Mesthoop is natuurlijk donker, stinkt en zo. Maar stel je voor een winter met een fors pak sneeuw. En er komt een heel pak sneeuw over die mesthoop heen. Wat voor kleur is die mesthoop? Wit. Prachtig wit. Smetteloos wit. Maar als je nou in die sneeuw gaat graven. Ja, dan wordt alles weer bezoedeld. Hè? Dan wordt het weer vuil. Dan breng je wat daaronder zit naar boven eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk het leven van een gelovige, van een christen. Zolang we hier in dit leven zijn. Bekleed met de gerechtigheid van Christus. Volmaakt voor God. Maar in onszelf nog zondaar. En daarom blijft het kruis altijd centraal staan. Hè? Dat Jezus voor ons is een boodschap die we nooit moeten vergeten, mogen vergeten. Maar die ook altijd centraal blijft staan in het christenleven. Jezus voor ons. Aan de voet van het kruis. Niet één keer, niet twee keer. Maar eenmaal en andermaal en levenslang. En daar ervaar je de liefde van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Daar waar je buigt voor hem. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schaduw.
achter Christus. En dat is ook de strijd van het christenleven. En dat tenslotte voor dit deelthema. Achter Christus. Schuilend. En dan zie je door Christus heen God als Vader in Christus. En God ziet jou door Christus heen. En dat blijft hij zien. Maar stel je voor, als ik, ik heb hier een papier. Dat is mooi wit, hè? Zo is het wit. Nou, deze microfoon is zwart. Kijk, als ik hem achterhoud, dan is hier wit, toch? Zo ziet God een gelovige door Christus heen als wit. En als ik nou van achter dat witte naar God kijk, zie ik God door Christus heen als een verzoend vader. Nou, dat heb ik de neiging om toch weer hetzelfde te doen en zelf in hand te nemen. Wat doe je dan? Ga je echt om het hoekje kijken. En dan kan je, als ik los van Christus naar God kijk, dan is hij de rechtvaardige rechter. Vuur bij wie niemand wonen kan. God blijft mij zien in Christus. Hè? Maar ik ervaar dat dan anders. Omdat ik buiten Christus, ik steun op mezelf. Of ik ben verslapt in het bidden en in het gemeenschap zoeken met God enzovoort. En dus, wat moet je dan doen? Als je dat weer ervaart. Er is maar één weg, hè. Dat is terug achter Christus. Zodat je door Christus heen weer God ziet. Als een verzoend vader. Dat is Jezus voor ons.